architectuur anders dan bijvoorbeeld muziek of kunst? Grijpt eigenlijk in op elk moment van de dag, van opstaan tot slapen gaan. We hebben er eigenlijk constant mee te maken. We lopen erdoor, we leven erin, we gebruiken het. En daardoor neemt het een heel belangrijke impact in ons leven. Wanneer een boekhouder een balans klaar heeft, heeft hij zijn werk goed gedaan. Wanneer wij een huis voor een opdrachtgever precies kunnen plaatsen, dan ontstaat er iets mystiek. Hij is zich bewust van een veranderende omgeving. Wat nog niet was, is nu wel. Er is orde in de chaos geschapen. Er is meer waarde gecreëerd. Waardecreatie is mijn Olympische vlam. Architectuur is eigenlijk nooit een beroepskeuze geweest, maar de kruising tussen een roeping en een vlucht. Een roeping omdat ik gefascineerd ben door het monumentale van bouwen. Maar eigenlijk bouwen niet als werk zag. En dat kwam mij op mijn 18 jaar zeer goed uit. Eigenlijk zijn professioneel gezien voor mij motivatie en emotie kinderen van dezelfde moeder die elkaar blijvend beïnvloeden. Gecombineerd met het gegeven dat architectuur een tastbaar, pakbaar resultaat levert. Schoonheid, ruimte, lichtinval, gebruikzaamheid. Kom je eigenlijk in een driehoeksverhouding tussen gemotiveerd zijn, geëmotioneerd zijn en bouwen. Eigenlijk zou elke architect projectontwikkelaar moeten zijn, of promoten, of aannemen. Zijn maatschappelijke rol wordt dus beperkt vandaag tot een waardecreatie op basis van zijn originaliteit, van zijn ontwerpkunde, maar is onvoldoende. Waar op vandaag het hele bouwproces in stukjes wordt gekapt, denken wij dat het veel productiever is en veel beter te kadreren als iemand het geheel kan aanbieden. Ik heb geleerd om kritisch te zijn. Kritisch zijn brengt mij tot de kwalitatieve verantwoording van wat ik doe. En als iets echt goed is en ik kan het ook beoordelen, dan zal het resultaat van die beoordeling mij gemoedsrust brengen, die mij weer in staat stelt om die opdracht te vervullen. Daar is het.